bij een nieuwe video. Ik ga vandaag die nieuwe Essence Update uitpakken voor de lente en van de zomer. Ik heb laatst die van Catrice laten zien. Essence komt nu binnen en ik dacht, ik gooi de camera weer aan en we gaan hem samen gewoon even unboxen. Van de verpakking zag ik dit papiertje en er staat op dat deze update verkrijgbaar is vanaf 14 maart. Dus dat is bijna. Alvast de sneak preview van de producten. Ik weet bij deze producten dus nog geen prijzen. Die weet ik niet uit mijn hoofd en die staan er nu niet bij. Maar ja, ik ga gewoon random wat pakken en laten zien wat er aankomt. Eén product wat mij gelijk zo opvalt en dat is de Kissed by the Light Illuminating Powder. Dit ziet er toch prachtig uit. Het zit in een acryl verpakking en het is de kleur 02 Sun Kissed. En ja, volgens mij is dit een highlighter met een bronzer. Dus eigenlijk dat je met de kwast swirl en dan zo... dan heb je een mooie gloed over je wangen. Er zijn ook nepnagels in de update. De Nails in Style Sheer Whites. Black Canvas. Die kun je dus wel aanbrengen. Kun je hem zelf een kleurtje geven. Dit is niks voor mij. Maar ik denk dat mijn dochter hier heel erg blij mee gaat zijn. Het product ziet er ook wel heel bijzonder uit. Dat is de Essence Daily Drops of Energy Ampoule Face Serum Glow Boosting. Echt een mondvol. Ik heb de top eraf gehaald. En het ziet er zo uit. Maar ik weet niet precies of ik het goed heb gedaan. Volgens mij wel. En ik denk dat je dan dit eraf moet halen. En dan hier op moet drukken of zo. Ik weet het niet. Ik ga dat even op mijn gemak straks verder bekijken. Voordat ik het kapot maak. Of dat alles onder het serum zit. Maar ja, dit ziet er wel uniek uit. De Hello Good Stuff lijn bestaat al een tijdje. En er komt ook weer iets nieuws in. Namelijk de Hello Good Stuff Happy Bliss Face Spray. En ja, die ga ik ook gebruiken. Lijkt me heerlijk. Dit product klinkt ook wel heel bijzonder. Dit is de Essence Fix & Last Makeup Gripping Jelly Primer. Dit product gelijk denken aan de Milk Makeup Jelly Primer. En die van Elf Cosmetics. Dus het zou heel wat zijn als Essence daar met een goede dupe tegenaan komt. Want Essence is natuurlijk nog goedkoper dan Elf. Dus ja, die ga ik ook proberen. Op video's van Catrice kon je al zien dat ik een tinted moisturizer had geprobeerd die nieuw het assortiment is. Maar Essence heeft er nou ook een. De Hydro Hero 24 Hydrating Tinted Cream. Dan ben ik wel benieuwd eigenlijk of deze net zo fijn is of misschien beter als die van Catrice. Of hetzelfde. En ik heb de kleur 20 Sun Beige. Voor de wenkbrauwen zit er ook iets in. Namelijk de Brow Like a Boss Ink Brow Gel. En dat ziet er... zo uit. Borstje waarmee je het zo aan kan brengen. Ik weet niet of ik dit zelf heel fijn ga vinden. Maar ja, daar kom ik pas achter als ik het ga proberen. Volgens mij is dit de kleur 02 Brown. Ik heb meestal zwart. Maar we gaan hem gewoon, ik ga hem gewoon testen. Er zit ook een oogschaduwpalet in. Ik weet dat Essence meerdere uit heeft gebracht. Daar ga ik zelf ook nog naar kijken. Maar dit is de... ja, ik ga het niet eens uitspreken. Iets met Rome. Uit Rome, zeg maar. Dit ziet er wel heel leuk uit zo. Ook met bijpassende spullen. Weer trends van vroeger terug. Zo had je vroeger een balm. En dat was een universele balm. Die bracht je aan op de lippen. En die gaf iedereen, zeg maar, door de pH-waarde. Of door de warmte van de huid, weet ik. pH volgens mij. Gaf dat een soort rozige kleur. TikTok heeft die trend teruggebracht. En Essence speelt daar leuk op in. Met de... Electric Glow Color Changing Lipstick. Dit is de huls. En dit is de lipstick. Ik hoop dat jullie de lipstick goed kunnen zien. Maar hij zit vol met glitterdeeltjes in de lipstick zelf of in de balm. Dit vind ik dus echt een heel erg leuk product. Dus die ga ik ook proberen. Vervolgens zit ook deze stick erin. En dat is de Hydro Hero Under Eye Stick. Oké. Die ziet er zo uit. Bijna klaar met het uitpakken. En tot nu toe heb ik echt zoiets van alles wil ik wel proberen. Dus dat is echt een pluspunt voor Essence. Want ik heb ook tijden gehad dat ik dacht Essence, dat, ja weet je, dat koop ik voor mijn dochter en niet voor mezelf. Bij sommige collecties. En dit vind ik oprecht al heel erg leuk eruit zien. Of het ook wat is, dat ga ik proberen. Maar goed, er zit ook een eyeliner in. De dip eyeliner in het bruin. En hij is waterproof. Kijk deze huls dan ook. Ik vind dit echt te leuk. Maar ik hou ook van roze. Dus misschien dat dat het is. Dit is de Hydra Matte Lipstick.
niet of deze kleur wat voor me is. Dit is de Hydra Matte 401 Mauve Mint. Ik weet niet of dit echt iets voor mij is. Misschien ook wel, ik weet niet. Maar ik ga ook kijken even bij het schap, zodra het er ligt, naar andere kleurtjes. Want ik vind de huls alleen al leuk. Dus ja, dan begin ik al met, oh, dat vind ik leuk om te verzamelen. Zo ben ik. Dus maar ik ben wel heel benieuwd naar deze. Spreekt mij door de verpakking ook aan. Dat is namelijk een Sensitive But Wow Volume Mascara. En die ziet er, die ga ik gewoon openmaken. Het ziet er zo uit. En dan alweer het laatste product. Dat is een lipolie. Cranberry with Tinting Effect. Dus dat je een beetje een tintel voelt met... Dat zorgt dan voor de volume of zo. En de lipolie is tegenwoordig ook helemaal hot. Dankzij TikTok. En ja, hartstikke leuk. Ga ik ook zeker proberen. Dan is de doos alweer leeg. Ik in het begin al zei, dit is heel spontaan opgenomen. Want ik zag het pakketje dat het Essence was. Net zoals laatst bij Catrice. En toen dacht ik, ik gooi de camera weer aan. Maar goed, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende video.